Maar dit doet hij dus puur voor de niks. Fans, hè? Dan wil hij laten zien dat hij nergens bang voor is. Dat is niet helemaal waar. Kijk, kom maar. Team Spirit. Begin maar. Kunnen we? Ja. Oké. Okay. Voor wie kwam Eiting in het veld bij zijn debuut tegen Kozakken Boys? Bazoer, Tete of De Ligt? Ja. Weet je wel. Volgens mij De Ligt, C. Ja, ja. Eén. De Ligt, C. Is goed. Jeetje. Hoe vaak heeft K in totaal gescoord in de Youth League? 11, 12 of 13? Ja. 8 was je topscorer met volgens mij 8, als ik dat kan zeggen. En je hebt hem toen nog een keer. Ga ik toch voor 13 ga ik toch. Super veel vertrouwen. Nee, helaas is dat niet goed. Het juiste antwoord is 11. Slechts 11. Helaas. Hoeveel wedstrijden heeft Karel gespeeld in de Jupiler League? A 41, B 46 of C 48? Ga je nooit raden deze. Dan moet je gewoon gokken. Het is ongelooflijk moeilijk. Twee seizoenen, laten we zeggen. Het eerste seizoen moest hij ook nog wat met de A1 meedoen. Dus dat waren er ongeveer twee. B 46. B 46. Nee, het is goed. Oh, wat ken ik je toch goed, hè? Ongelooflijk dit. Oké. Okay. Jongen, dat weet ik echt niet, hoor. Wat de vraag? Waarvoor kan je Kai 's nachts wakker maken? A. Niets. B. Sushi. C. Pizza. Nou, ik kan me niet voorstellen dat je hem voor niks kan wakker maken, want Kai is wel actief. Sushi of pizza? Dat kan je wel weten, hoor. Het is wel lastig. Kai houdt wel van lekker eten, maar hij roept ook wel vaak McDonald's. Dus hey, ja, dan zit je een beetje. Ik ga voor B, sushi. Ja, is toch lekker? Oké. Okay. B, sushi. Mooi zo. Ben je toch sta ik op 1. Ja, tuurlijk. Wat is de grootste angst van Karel? A, de dood. B, krappe ruimtes. Of C, niks? Ja. Dat is toch wel lastig, hè? Kijk, Karel is niet een bang persoon, maar ik denk wel dat hij een grootste angst heeft. En dat is niet krappe ruimtes volgens mij, dus dat zal de dood zijn. Hij zou levens genieten. Ik heb er wel over getwijfeld, maar uiteindelijk was niks. Dit uitkomt. Maar dit doet hij dus puur voor de niks. Fans, hè? Dan wil hij laten zien dat hij nergens bang voor is. Dat is niet helemaal waar. Waar is Kai deze zomer op vakantie geweest? Mykonos, Kos. Zakynthos, nou, dat is verschrikkelijk, want het lijkt allemaal ongelooflijk op elkaar. Het is zeker geen Kos. B, zeker niet. Frenkie was in naar Mykonos. Waar waren jullie met z'n allen nou? Volgens mij waren jullie met z'n allen. Waar was Frenkie heen? Frenkie was naar Mykonos, maar volgens mij waren jullie met z'n allen op Zakynthos. Jij, Lee, Dani, Teun. Dus ik ga voor. Ik ga voor C. Ja! Als je dit ook niet had geweten, dan mocht je echt schamen, maar prima. Dat was erg geweest. Helemaal goed. Gaan we naar vraag 4. Waarmee kan je Karel echt blij maken? B, eten. Ja, dit is de makkelijkste vraag van vandaag. Wat is de favoriete game van Kai? Ja. A, Fortnite. B, Call of Duty. C, FIFA. Nou, FIFA kan die niet. Ga je er toch vanuit dat hij dat niet gaat kiezen? Fortnite heb ik hem nooit over gehoord, dus die zal hij niet gaan opschrijven, denk ik. Call of Duty heeft hij wel eens gespeeld, maar ik ga toch gewoon voor zekerheidje C, FIFA. Oké. Okay. Dat is een uitstekend antwoord. En voor degene die denken maar dat dus Karel wel goed is in FIFA. Wat is de maat van Karels Adidasjes? A 44, B 43, 1 derde en C 43. Die heb je niet goed. Nee. Het is niet 44. Wacht, wat heb ik Adidas? Ik draag Adidas 44, Nike 45. 43, 1 derde, ja. Ik ga voor 43 rond.
Ja, dat kan niet. 44. Dat is dezelfde maat als ik. Staat genoteerd. Je hebt mijn schoenen toch wel eens geleend? Nee. Ja? Ja, oh ja, wel. Met welk cijfer is Kai geslaagd voor zijn wiskunde-examen? Een 8, een 9 of een 6? Het was geen 6. Wiskunde B, goed profiel. 9, dat kan ik me niet voorstellen dat hij 9 heeft. Dus ik ga voor A, een 8 met overtuiging. Een 8 voor wiskunde, dat is toch wel iets waar ik blij mee ben. Dus. Uitstekend. Goed gedaan. Kom maar. Ik had ook wel de moeilijke vragen, moet ik zeggen. Je hoort een beetje naar voren zo. Dankjewel. Was leuk. Oké. Goed gespeeld en gefeliciteerd met de overwinning.